Voor deze aflevering van 11.000 Bunder zijn we in het kleinste plaatsje van de gemeente Boksmeer, namelijk Groeningen. En meteen op een hele typerende plek van Groeningen, namelijk de kapel staat achter ons. En Groeningen is van oorsprong, hoorde die bij de gemeente Vierlingsbeek. En toen de gemeente Vierlingsbeek werd opgeheven, is het bij de gemeente Boksmeer gekomen. En Stichting de Oude Schoenendoos, waar Groeningen ook onder valt, heeft heel veel vrijwilligers die heel veel te vertellen hebben over bepaalde dorpen. Zo ook Jan Hendricks, die mij ook in Vierlingsbeek al hele mooie plekken heeft laten zien. Jan, jij gaat mij weer hele mooie plekken laten zien in Groeningen vandaag. Nou, ik wil jullie ook graag vertellen over Groeningen. Want Groeningen is een heel oud dorp. Heel karakteristiek dorp ook. Reeds in 1300 komt Groeningen voor met de naam van Groeningen. En Groeningen betekent eigenlijk groene inge. Inge staat voor weilanden, groene weilanden. Dus het is kennelijk al heel lang een heel vruchtbaar gebied waar de boeren in de zomer hun koeien lieten grazen in de weilanden en in de winter op de stal zetten uiteraard. Hierachter liggen de hoge landen, dus het was een prachtig gebied voor boeren. Groeningen is heel langzaam gegroeid. In 1785, dus 225 jaar geleden, toen woonden er al 60 gezinnen. Stonden er al ongeveer 60 huizen, hadden ze 80 koeien en 30 paarden. En op dit moment staan er ongeveer 120 huizen. Dus het is in 225 jaar precies verdubbeld. Ja. Gelukkig bouwen ze op dit moment meer huizen. En de Gildehoed, die we dadelijk zullen zien, is er een mooi voorbeeld van. De Gildehoed is een naam die de verbondenheid van Groeningen met het gilde symboliseert. Want hier hebben ze ook een actieve gilde. Ze hebben hier een prachtig gilde. Ja, een heel mooi gilde. Als we gelegenheid hebben, gaan we straks nog even kijken bij het Gildehuis op de Lemse Kuil, zo heet dat gebied. Ja. En daar kunnen we ook nog prachtige opnames maken van het gilde. Het gilde, dat bestaat eigenlijk al 600 jaar. Dus eigenlijk bijna zo lang als Groeningen in de boeken voorkomt? Ja, ja. Ongeveer zo lang. Ja. Want je vertelde, Groeningen staat sinds 1300 ongeveer in de boeken, als naam op papier. Ja. En het staat ook eigenlijk ook precies zoals je het nu schrijft, stond het toen al op papier. Ja, hè? Heel opvallend. Ja, valt me ook altijd op. Want normaal bepaalde, nou, we hebben het over Vierlingsbeek gehad, dan heb je het over die naam die verandert op een gegeven moment in Vierlingsbeek. Ja. En Groeningen is eigenlijk al 600 jaar Groeningen, zoals we het nu kennen. Ja. Heel bijzonder. Ja. Ja, ik heb één keer gezien dat men het in dialect schreef. En het dialect van Groeningen is Groeningen. Groeningen, ja. En dat men het ook zo geschreven had, ja. Ja. We staan nu voor de Sint-Antoniuskapel. Sint-Antonius en Sint-Nicolaas. En Sint-Nicolaas, zei je. Ja. Die is later toegevoegd? Ja, Sint-Nicolaas is later toegevoegd. Ook bij het gilde. Dat heeft ook, is ook het Sint-Nicolaas gilde, het Sint-Antonius en het Sint-Nicolaas gilde. Daar is die naam later toegevoegd, rond 1715 is die naam toegevoegd. En men denkt dat dat te maken heeft met een pastoor die er toen was in Vierlingsbeek. Want Groningen heeft nooit een eigen pastoor gehad. In Vierlingsbeek, dat was een Augustijn. En Augustijnen die vereren specifiek de heilige Nicolaas. Het kan ook zijn dat op de huiskapel van de Voort, dat daar de patroonheilige, de heilige Nicolaas was. En de eigenaar van de Voort was ook lid van het gilde. En zodoende kan er ook een verbinding ontstaan zijn waardoor de naam is toegevoegd. Ja. We zullen dadelijk in de kapel eens kijken van of er iets terug te vinden is van die patroonheilige en van Sint-Nicolaas. Nou, nog heel even over de plek waar we nu staan. Aan die kant staat een linde. Kun je daar iets over vertellen? Want dat is een hele bijzondere. Ja, de lindeboom is een oude Germaanse boom. Hè? Het was een heilige boom. Men trouwde er vroeger onder. Men maakte er afspraakjes. Er werden feestjes onder gevierd. Deze linde is een etagelinde. Ja. En het symboliseert, de bovenste etage symboliseert de godenwereld. De middelste etage symboliseert het wereldlijk gezag, bestuur. En de onderste etage zijn de mensen. Oké.
Dat is het symbool van deze drie-etage linde. Het is nog een jonge linde, zo te zien? Ja, deze staat er nu 2 of 3 jaar. Ja. De vorige is de gevolgen van een grafwerkzaamheden. Heeft hij het niet overleefd, maar die stond er al heel lang. Waarschijnlijk van rond 1820. Misschien zelfs enkele jaren eerder. Want de linde werd vaak aangeplant als een herdenkingsboom bij een speciale gelegenheid. En in 1802 kregen de gilde en de inwoners van Groningen hun kapel weer terug. Was lange tijd dus in bezit geweest of nu gesloten geweest. Hun kregen hun kapel terug en ik denk dat ze toen de lindeboom hebben geplant. Die lindeboom als een herdenkingsboom ja. hebben geplaatst. Ja. Hier ook aan het plein waar het, de kapel staat, deze hele mooie boerderij. Die staat ook in de gemeentegids dit jaar, heb ik gezien. Typerende boerderij. Ja, klopt. Ja, heb je goed. Ja. Dit is een, wat ze noemen een theeboerderij. Een boerderij waar het voorhuis als het ware de bovenkant van de thee vormt. Ja, het dwarse stuk zeg maar. Ja. Ja. En hierachter ligt dus het achterhuis. Meestal was het zo dat je een voordeur had met een lange gang erachter die in de keuken uitkwam. Die keuken was ook in de achterbouw. En hier langs had je de nattekamers, de pronkkamers. De pronkkamers, ja. Je ziet deze woningen hier in Groningen, deze typische boerderijbouw, zie je in Groningen heel veel. Als je hier rondkijkt, dan zie je bijna overal die vorm terugkomen van die boerderijen. Is dat typerend voor Groningen? Is dat typerend voor de streek? Hoe moet ik dat zien? Het is typerend voor de streek. Voor het gebied langs de Maas. Heeft in tegenstelling tot bijvoorbeeld de langgevend boerderijen in Brabant, hebben deze bijna allemaal de T-vorm. En dat komt voor vanaf Roermond tot overal langs de Maas tot en met de Bommelerwaard. Daar zie je zelfs deze type boerderijen ook. Ja. Het is heel karakteristiek en in Groningen zijn die ook bewaard gebleven. Ja. Nou Jan, we zijn inmiddels in de Sint-Antoniuskapel en Sint-Nicolaas. Een vrij authentieke kapel. Ja, een prachtige kapel. Hè? Ja, zeker. Schitterend. Nou, het achterste gedeelte van die kapel is heel oud, komt uit de 15e eeuw. Dit gedeelte waar we hier staan komt uit de 18e eeuw. En is in wezen in stand gebleven. Met die betegelde lambrisering, zeg lambrisering, maar. Ja. Alleen de banken die zijn ooit vernieuwd. Ja, dan kun je zien dat het pas niet echt helemaal. Je kunt zien dat het nieuwer is. Dat het nieuw is, hè? Ja. Ja. Prachtige glas- en loodramen, brandgeschilderde ramen. Kun je daar iets over vertellen? Nou, deze eerste waar we hier bij staan is Sint-Antonius. Sint-Antonius wordt hier afgebeeld met het varken. Was een patroonheilige, werd in de middeleeuwen, zeker voor 1700, vaak aangeroepen bij dierziektes. Was een patroonheilige en Groningen was een dorp bestaande uit boeren hoofdzakelijk. Dus men bad naar Antonius voor bescherming tegen ziektes. Vroeger kwam de dieren. Er een typische ziekte voor bij varkens, dan noemden ze de rode loop. En die ziekte die werd veroorzaakt door het gebruik van graan. In dat graan kwam moederkoren voor, dat is een schimmelvorm. En daar kregen de varkens heel veel problemen mee, stierven er vaak aan. En de boeren die baden in die periode dan ook hevig en vurig tot Antonius om bescherming. Rond 1700 hebben ze ontdekt de relatie tussen rode loop en moederkoren. En na die tijd is de ziekte dus hoofdzakelijk verdwenen. Is deze Antonius dezelfde Antonius als als je iets kwijt bent? Dan bid je toch ook dat de heilige Antonius? Ja. Is het dezelfde? Dat weet ik niet. Weet je niet? Niet. Okay. Dat zou heel goed kunnen. Ja, die ken ik dan weer. Van heilige Antonius, beste vriend, zorg dat ik mijn horloge terugvind. Ja, ja. Oké. Okay. Aan de andere kant, de heilige Nicolaas aan de overzijde. Ja. De heilige Nicolaas is ook een patroonheilige van de kapel. Ook een beschermheilige van het gilde. Nicolaas is pas later toegevoegd. Zoals ik straks vertelde, rond 1715. En hij wordt hier afgebeeld met kinderen, dus in de rol die hij vandaag in de dag nog heeft. Ja. Dit gebrandschilderde raam stelt
Mozes voor in de woestijn. Met een staf. Met in zijn gedachten het heerlijke eten op de achtergrond. Dit gebrandschilderde raam stelt Abraham voor met Isaac. Volgens het Bijbelverhaal. Volgens een Bijbelverhaal, ja. Zie je veel, hè? Dat er in die gebrandschilderde glas- en loodramen veel Bijbelverhalen voorkomen. Ja, tuurlijk. Personen uit de Bijbel. Ja, tuurlijk. Op boven het koor zie je een afbeelding van Cecilia. Ook de patroonheilige van muziekverenigingen. Ja, zie je inderdaad ook veel dat muziekverenigingen de naam Sint Cecilia of Cecilia dragen. Ja. We kijken nu naar het altaar in de kapel. Het is niet helemaal authentiek, het altaar. Nee. Het altaar is gerestaureerd, maar het oogt nog zijn oorspronkelijke vorm. Ze hebben hem goed gerestaureerd. Een oude... Het ziet er prachtig uit. Hè? Met links weer Antonius. En rechts Laurentius. Laurentius is de patroonheilige van de parochie. Waar Vierlingsbeek en Groningen samen een parochie vormen. En Antonius wordt daar weer afgebeeld als een monnik. Terwijl de Antonius, zoals we die bedoelen, een kluizenaar was. Die leefde in de Egyptische woestijn. In het toen nog vooral christelijke Egypte. Hij was kluizenaar en hij zal nooit een varken bij zich gehad hebben. Hij wordt hier ook afgebeeld met een woeste baard. Terwijl het niet waarschijnlijk is dat hij die gedragen heeft zo. Nee. We kunnen ook een kruisweg zien in deze kapel. Ja, het is een kruisweg uit 1910. Dus ongeveer 100 jaar oud al. Ja. Is houtsnijwerk. Ja. Prachtig, hè? Ik vind het een prachtige kapel. Ik kan me eigenlijk voorstellen dat de inwoners van Groningen ook erg trots zijn op deze kapel. Ja. Er wordt tegenwoordig ook nog steeds en ook veel gebruikt voor huwelijken. En een prachtige ambiance voor zo'n feest, voor zo'n huwelijksdag, denk ik. Ja, heel intiem, heel historisch. Dan zie je voor het koor zie je dus twee houten beelden. Vervaardigd door Harry Kremers. De patroonheilige van deze kapel ook weer. Op de zolder, die hier boven de kapel is, daar huizen vleermuizen. Dus het is beschermd. Ja, het is beschermd. En is onlangs nog een flinke subsidie verleend om de gevolgen van die vleermuizen op het hout, hè, want vleermuizen brengen ook wat ontlasting mee, om die te beperken. Vroeger werd deze zolder nog gebruikt om graan te drogen. Dat is meteen een droogzolder. Er was ook nog een droogzolder, ja. Dus dit gebouw heeft diverse functies gehad. Ja. Ja. Jan, we staan net voorbij het Koningskerkje, op de Schans, wat nu de Schans heet. Van vroeger uit was dit ook een schans. Ja. Vanuit de middeleeuwen kwam dat een beetje, een schans. Ja. Wat is een schans precies? Een schans was een verdedigingsruimte, een driehoek, omgeven door een gracht. En aan de binnenkant lag een wal. Die wal was beplant met bomen. En binnen de ruimte die in die driehoek ontstond, daar konden de mensen en hun vee bescherming krijgen of hebben tegen roversbendes of soldatengroepen of onheil in elk geval. Die schans, dat was een Frankisch, uit de Frankische tijd stamde dat. En de Franken zitten hier vanaf rond 500 na Christus. De boerderijen bouwden ze om de schans. En hier, waar we nu staan, op de plek waar de boerderij de schans staat, was waarschijnlijk een drinkpoel en een waterreservoir. Dus ongeveer hetzelfde. De waterreservoir dat diende voor branden te blussen. En het gilde die beheerde die schans. Die verdedigde die schans. En het was in feite een broederschap. Een verzameling van mensen die hier ook woonden natuurlijk. En die dus branden bestreden en elkaar hielpen bij ongemakken, ongelukken, brand. Dus de gilde had vroeger een hele andere functie als wat je zou denken. Ja, het was een praktische functie en nu is het een culturele. Juist.
culturele functie geworden. Hè? Ja. De schans is ook wel eens afgebroken geweest in tijden dat het rustig was en geen oorlogsdreiging was. Dan ja, hadden de mensen de neiging toch om die schans te gebruiken voor woningen op te bouwen of voor andere doeleinden. Maar in tijden van oorlogsdreiging en onlusten die er geweest zijn rond het jaar 900 en ook rond 1500, toen werden de schansen weer meteen opgebouwd. En die zag je in elke dorpen? Of heel veel van die Frankische dorpen kenden dit soort schansen. Ja, en in sommige zijn ze bewaard gebleven. Ja. Je vindt ze verder in Brabant ook nog wel. Ja. Maar dit is toch een hele mooie. Ja, als je goed kijkt zie je inderdaad nog heel goed die driehoek waar je het over had. En het is ook natuurlijk mooi dat, dat ze nu de naam de schans ook hebben gegeven. Ja. En dat deze boerderij ook de schans heeft om het toch nog een beetje onder de aandacht te houden. Ja, het is hartstikke leuk dat het zo is gebleven. Hè? Ja. Vind ik wel. Jan, we staan hier bij een gebouw. Een hele karakteristieke gevel. Ja, ja. Zeer oud, denk ik. Ja, waarschijnlijk heel oud. Ja, heel oud. Waar staan we hier? We staan hier bij de Voort. Zo heet dit, de Voort. En, de Voort wil eigenlijk zeggen een doorwaadbare plaats in een beek. En hier langs loopt de Sint-Jansbeek. Dus waarschijnlijk is de boerderij of het huis hier ooit genoemd naar die Sint-Jansbeek, naar die doorwaadbare plaats. De Voort is een oud kasteel, heel oud. De naam van de Voort komen we ook al in 1300 tegen. Toen Hendrik van de Voort, zo werd hij omschreven, deel had genomen aan de Brabantse of Vlaamse successieoorlogen. Daarin wordt hij genoemd. Wat we hier zien is de rest nog van een trots kasteel, wat in 1800 is afgebroken. Wat de functie van dit gebouw is geweest, is niet helemaal duidelijk. Maar de huidige eigenaar zal daar straks wel iets meer over vertellen. Ja. Het kasteel is ontstaan op deze plaats waarschijnlijk als een versterkte hoeve. Zoals veel kastelen hier in de omgeving ontstaan zijn als een versterkte hoeve. Waarschijnlijk hoorde die boerderij die u daar ziet liggen, wat nu de naam heeft van het hof, hoorde als boerderij bij dit kasteel. Ja. Toen stond die boerderij wat verder naar voren, waar nu dat nieuwe huis staat. En dat noemden ze de Collardshof. Waarschijnlijk is de naam, het hof, die oude boerderij op de achtergrond draagt, nog afkomstig van de Collardshof. Die boerderij, waar we daar naartoe kijken, dat is de boerderij De Voort. Waarschijnlijk ook gehoord bij het kasteel. Bij het kasteel. Als kasteelboerderij. Ja. Zo was het vroeger veel, hè? Een kasteel met veel boerderijen eromheen. En daar helemaal daar rechts, daar ligt nog de boerderij Het Hersel. Wat oud land betekent. Was waarschijnlijk ook een boerderij die hoorde bij dit kasteel. Ja. Maar het oorspronkelijke kasteel is helemaal weg. Ja, is helemaal weg. Ja, en dit is een karakteristiek, iets wat er nog van over is gebleven. Wat echt typerend is, dat je kunt zien dat daar oud is, dat het bij een kasteel heeft gehoord. Of het kasteel is geweest, of erbij gehoord heeft, of als woning bij het kasteel hoorde. Hier lagen ook grachten omheen, maar die grachten zijn in de loop van de jaren gedempt. En er is in feite niet veel meer van overgebleven van het kasteel. Hier tegenover moet de Collardshof moeten de Hertogentoren hebben gestaan. De spieker. En de spieker is een Latijns woord wat betekent opslag, graanopslag. Ja. Waarschijnlijk was de spieker bedoeld om graan op te slaan, maar was het ook meteen een versterkte kasteeltje waar mensen dus bij onraad hun toevlucht konden zoeken. Ja. We zijn nu binnen in Kasteel De Voort, of wat Kasteel De Voort is geweest. En we zijn bij de nieuwe eigenaar aanbeland, Han Morsing. En Han wil ons graag iets vertellen over wat hij gevonden heeft in dit huis, in dit kasteel. Han,
Wat wil je ons vertellen? Ja, nou, wij wonen hier nu een dik half jaar en je ziet dat we hier volop aan het verbouwen zijn, natuurlijk aan het renoveren. En dan kom je allerlei sporen tegen van mensen die hier vroeger gewoond en gewerkt hebben. Dat vinden we eigenlijk wel hartstikke leuk en daar zou ik jullie graag wat dingen van willen laten zien. Je ziet hier bijvoorbeeld een hele dikke eiken draagbalk, een gebind heet dat. Ja, vroeger hadden ze natuurlijk, zaten in de zaan hadden ze wel zaagmolens, maar hier in de buurt deden ze gewoon nog met de hand. En dan kun je zien dat ze die boom van twee kanten zijn ze gaan zagen. Met een handzaag. Ja. En dan kun je zien dat ze daar middenin, zie je zo'n driehoekje daar. Daar zijn ze dus bij elkaar gekomen. Dus daar kwamen dus beide zagers bij elkaar. Nou, dat vind ik natuurlijk prachtig dat zo'n handtekening, dat die gewoon eeuwig blijft staan. Ja. En als je dan naar de zijkant kijkt, dan zie je daar allemaal soort snijsporen. Dat zijn sporen van een dissel. Jan, misschien wil jij dat disseltje even pakken. Dit is dus een dissel, dat is gewoon een... Je ziet ze tegenwoordig niet veel meer. Sommige mensen denken dat het een hak is voor grondbewerking. Maar het is dus een bijl met een dwarsblad erop. En met die dissel werd dus de zijkant van een boom behakt, totdat hij een beetje vierkant werd. Nou, dat vind ik dan een prachtig beeld. Dat je nu nog kunt zien hoe mensen daar vroeger aan gewerkt hebben. En als ze wat meer tijd hadden bijvoorbeeld, dan kun je daar in die andere hoek zien. Dan zie je dus dat een timmerman gewoon tijd had, of tijd nam, om gewoon een hele mooie handtekening op een balk te zetten. Nou, tegenwoordig weet je niet hoe snel ze de rekeningen moeten dienen. Ja, oké. Leuke dingen om tegen te komen in zo'n oud gebouw. En wij doen dan de grootste moeite om dat soort dingen gewoon vast te houden en te laten zien. Betekent dat het, die binten, die wijzen toch op een hoge ouderdom? Ja, ik heb er niet heel veel verstand van, maar volgens mij zijn die balken honderden jaren oud. Ja. En misschien zijn ze hiervoor nog wel gebruikt in een andere boerderij, en dat gebeurt ook vaak. Want dan zie je daar op die balk, die kent een inkeping in de midden, daar heeft waarschijnlijk een andere balk ingelegen. Ja, dat zou goed kunnen, maar het kan ook zijn dat die balk gewoon de later ingebracht is. Maar dat duidt in ieder geval op hergebruik. Ja, op hergebruik. Nou, okay. Toen wij hier kwamen, toen was de helft van die vloer was gewoon hartstikke rot. Dus je ziet die lichte balken en donkere balkjes. Die donkere zijn oude. En die lichte die hebben wij dus nieuw erin gezet. Ja. Maar het zijn wel allemaal eikenbalken. Oké. Okay. Alhoewel er ook al her en daar wat essen tussen zit. We zijn nu in een andere ruimte beland, Han. Dit is meer de voorzijde van het huis of van het kasteel. Ja. Wat is hier specifiek aan deze ruimte? Nou, hier hebben we eigenlijk ontdekt dat dit huis nooit als boerderij gebouwd kan zijn, maar dat het toch een of andere woonfunctie gehad heeft. Als je nou kijkt naar die muur daar, dan zie je dat er twee dichtgemetselde openingen in zitten. En zeker die opening, dat zijn dus kleistenen. En dat zijn de goedkoopste stenen die er zijn, want dat zijn namelijk stenen die niet gebakken zijn. Dus die mensen die hier toen gewoond hebben, die waren heel arm. En die hebben gemeend omdat we normaal met kleistenen dichter moeten metselen. Maar het feit dat hier in deze gevel alleen maar van zulke soort ramen zitten. En aan de buitenkant zal ik ook nog terugzien doordat de rollagen ouder zijn dan de bogen. Dat betekent dus dat dit nooit de functie van boerderijen gehad kan hebben. Je wil zeggen, dit is altijd een woongedeelte gebleven. Ja, de buitenzijde hebben ze dan wel gewone stenen gebruikt? Dat kunnen we nog niet zien, want er zit nog behang op, Jan. Oh zo. Maar het betekent wel dat toen die uitbouwer die kant erbij gekomen is, dat ze dit dichtgemetseld hebben met kleistenen. Ja, ja, ja. Nou, en als we hier naar het plafond kijken bijvoorbeeld, dan zie je echte oude gewelfjes. Die zijn ook echt voor de dag gekomen toen wij het oude plafond er weggehaald hebben. En als je dan bijvoorbeeld je omdraait en je kijkt naar een opening daarvoor de schouw, dan kun je dus zien dat die echt nog gemaakt zijn van klei met wilgetenen en riet. Dat is natuurlijk een hele oude bouwmethode. Nou, je ziet ook nog bijvoorbeeld een haak in het plafond waar waarschijnlijk etens waren of hammen of zo aan gehangen hebben. Ja, ja. Ja, zo zie je, als je zo'n gebouw afpelt, dat je allerlei oude, authentieke onderdelen terugkomt. Die haard, is die ook authentiek, Han? Ja, ja, die is zeker. Je kunt zien dat het zwart van de route zit er natuurlijk nog. Ja. Vroeger was het kennelijk het gebruik dat mensen in hun kamer een soort altaartje hadden. En daar hing daar een kruisje of zo, of er werd een beeldje van Maria met kind ingezet. En we vermoeden dat daar zo Maria in gestaan heeft. Kwam dit tevoorschijn toen je dit aan het opruimen was? Of hoe heb je dat ontdekt? Nee, want hier stond nog een wand voor. Toen we het oude plafond en die wand, kijk, daar zie ik nog de resten van die wand. Toen we dat weggesloopt hebben, toen kwam heel verrassend het nisje tevoorschijn. Ja. We wisten eerst niet wat er was, maar er werd al snel gezegd van dat is een Maria-nisje.
Ja, dan gaat er het verhaal van qua jongens dat er een geheime gang liep tussen kasteel De Voort en kasteel Makken. En die gang die zou dan in deze kelder moeten beginnen. Nou, die kelder is er nog. Dit is de kelder, die gebruiken wij nog om onze levensmiddelen op te slaan. Ja, en hier zou dan die geheime gang moeten beginnen. Nou, we hebben hem nog niet aan detail onderzocht, maar wie weet wat er nog tevoorschijn komt. Nou ja, toen wij dit gebouw kochten, toen hadden wij alleen maar gezien dat hier een hooizolder was. Maar je kon er niet op, omdat die vloer zo slecht was. Dus toen wij hier gingen verbouwen, kwamen we pas achter dat hier die open haard zat, of die schouw. Nou, natuurlijk was het een hele grote verrassing, want ja, wat zou de functie dan geweest zijn van zo'n schouw op een zolder? Dat weten we eigenlijk nog steeds niet. Dus er zou een cultuurhistoricus maar eens, iets over moeten zeggen, van wat de bedoeling daarvan geweest is. Hij loopt niet door naar beneden. Jawel. Je vindt aan de... Het kanaal liep door. Je ziet daarachter nog een uithakking. En dat kanaal liep door in de dikte van de muur naar beneden. Dus beneden zou ze eventueel vroeger nog een kachel er zo op aangesloten kunnen hebben. Oh, zo. Ja, en boven het dak zie je hem nou niet meer terugkomen, omdat het tijdens de vernieuwing van het dak is dat weggehaald. Ja, ja. Maar wij overwegen een wal om dat nog terug te brengen. Ja. Dat we er nog een keer een kacheltje zo onder kunnen zetten. Nou, wat je hier dan ziet als afsluiting is dat daar zes of vier rollagen zitten. Dat zijn die horizontale stenen die op de zijkant staan. En die zaten altijd boven een raam. En dat is ook het bewijs dat voordat die ronde boog daar zat, dat daar vroeger een rechthoekig raam gezeten heeft. Nou, naar ons idee is dat een cultuurhistorisch bewijs dat dit vroeger nooit een boerderij geweest is, maar dat het altijd dat het gebouwd is of ontworpen is als woongebouw. En waarschijnlijk als onderdeel van een kasteel dat de bedienden zo gewoond hebben. Wie weet, een schoenmaker of een smid of wie weet. Han, het was geweldig om hier op het kasteel te gast te zijn en jou te horen vertellen over wat je allemaal gezien en gevonden hebt hier. We bewonderen je moed en je doorzettingsvermogen en we komen graag terzijnertijd eens terug om het resultaat te bewonderen. Jullie zijn van harte welkom. Dankjewel. We hebben inmiddels een sprongetje gemaakt. Ik sta onder in een kelder samen met Tony Ebbe. Tony, jij verzamelt en objecten die je vindt op het land, die je krijgt van mensen die alles te maken hebben met Groeningen. En omstreken. En omstreken. Ik ben met Jan ben ik bij De Voort geweest, bij het kasteel. Heb je daar toevallig ook dingen van liggen? Daar hebben we hier eigenlijk heel veel van liggen. Van kasteel De Voort en de Herzogtoren dan. Of de Kolaardsoort, daar zijn jullie denk ik ook geweest. Ja. De Herzogtoren, ja. Ja, de speaker. De speaker, ja. Ja, het spijt, ja. Ja, dat is zeker hetzelfde. Ja, ik heb heel veel dingen liggen. Kun je iets vertellen? Ik zie hier wat balletjes. In mijn ogen zijn het balletjes, maar dat zal wel iets heel anders zijn. Het zijn knikkers. De kinderen natuurlijk speelden ook met knikkers. Die zijn deze, die een beetje die gekleurde. Ja. Dan zijn er knikkers aan de langs. Krijg je knonskogels en daar heb je al een stenen knonskogel. Deze. Die weten we nog steeds niet wat eigenlijk 100% is, want dat vind je voor. Dus ik denk niet dat de knonskogel en daarlangs liggen stalen knonskogels. En die heb je allemaal hier in Groningen gevonden? Ja, allemaal hier in Groningen gevonden. En voor de knonskogels liggen spintolletjes voor weefkralen. En contragewichten voor weefkralen voor de touwen op spanning te houden. Tony, hoe vind je die dingen? Want ja. De meeste dingen vind ik zelf met aardappelrooien, want wij zitten in de aardappelbusiness. En ja, dus alles wat groter is, ja, als het zeg maar, een paar centimeter, vinden we met aardappelrooien. Dus dat komt sowieso al over de aardappelmachine. En de rest vind ik gewoon op het land. Op een of andere manier heb ik er toch een feeling voor en een extra oog, zeggen we hier. Ja. Ik zie alles liggen wat op de grond anders is. Wat anders is dan normaal, ja, vind ik het. Dan steek ik het in de broekzak en dan ga ik naar huis toe. En hoe lang ben je al bezig met deze hobby? Volgens mij 25 jaar dat ik begon met de eerste. En dat is langzamerhand toch uitgebreid naar de hele collectie wat hier is. En nu ben ik bezig om dat nog groter te gaan worden. Want de collectie wordt iedere keer meer. Het wordt meer. Jan die heeft het straks in de aankondiging heeft hij toch over gehad hoe oud Groningen is. En dat er ook bepaalde bijlen, speerpunten zijn gevonden. Ja. Die waarschijnlijk erop wijzen dat Groningen al oud is. Hmm. Heb jij daar ook iets van? Ja, daar heb ik ook al heel veel spullen van liggen. Deze speerpunten zijn ook in Groningen gevonden. Deze heb ik afgelopen jaar niet gevonden, die is gebroken. Maar ik heb hier achter in de kast nog een vele mooiere liggen. En die zijn echt heel oud?
Volgens de boeken zeggen ze dat die rond 5.000-6.000 jaar oud. Kijk. Ja, het is een ruim begrip. Ik wil nog heel even, want we hebben hier net even iets neergelegd. We hebben het straks, met Jan hebben we de nieuwe lindenboom, de etagelindenboom, ja. Hebben wij besproken. En jij hebt hier iets liggen van de oude boom. Ja, ik heb de oude etagelinden, heb ik, ik zal hem hier even draaien. Of, de oude etagelinden die heb ik hier neer laten leggen door de gemeente. Die heb ik helemaal kort gezagen in plakjes. En met de nieuwe opening van de boom hebben de mensen een oude schijf mee mogen nemen. Alleen toen ik bezig was met de boom, kwam ik granaatscherven tegen. Ook met een betaalde detector. Nou, dat was al niet fijn voor mijn zaak. En toen kwam ik ook nog zo'n grote ring tegen. En ik denk ongeveer de hoogte wat ik nu heb. Zo'n 1,10, 1,20. Vroeger heb ik daar de koeien aan vastgebonden voor in Groningen voor te verhandelen. Want er tegenover, en ben je van buiten het huis. Dat was vroeger een oude café. En daar werd gelijk de koeien werden verhandeld. En die werden voor de deur aan de etage, linde, boom, vastgebonden. Dus en dit is nog een oude gedreven. Dit is nog een oude ring waar dan de koeien vastgebonden werden. Ja, en je hebt ook een beetje kunnen dateren hoe oud de boom is aan de hand van de ringen? Ja, ze denken begin 1800. Ja. Ja, dit is een stenen mes. Komt hier ook uit Groningen. Ze schatten rond 10.000 jaar oud, zeggen ze. De geleerden. Dus ik ben benieuwd. En dit is een excessief exemplaar dat er compleet heel is. Hij is zo hoe die... Dus je ziet die eigenlijk ook in de grote musea? Maar daar liggen dan de imitaties, want de echte musea's loopt alles bewaard, maar ze worden nagebouwd voor de musea's. Maar dit is dan, dit is gewoon dit is echt een super, super stuk. Want normaal zijn ze allemaal kapot. Ik heb hier stukken liggen, dat is een korte dan, maar die zijn ook kapot. Ook in Groningen. Ja, en een leek die zou zeggen, ach, het is een stukje steen. De meeste leken zeggen dat. Ja. Dat is met een stenen bijl ook, als je deze stenen bijl hebt. Hij is dan hier achter is die kapot. En die wordt dan zo ingeklemd in het hout. In het hout. Ja. Dat is gewoon een super stuk hoe ze het gebouwd hebben vroeger. Een leuke hobby heb jij. Ja, vind ik ook. Veel over te zeggen. Ja, ik kan hier uren zitten. Ja. Mijn vrouw zegt dat we doen er weer onder in die kelder. Maar ja, als er interesse er is, is het gewoon geweldig. Dit is dan een grote speer. Die vond ik bij elkaar. Ook in Groningen. Dat is een super stuk. En dan kun je nog zien de kleuren van de steen, welke streek die afkomt. Zwart en grijs komt hoofdzaak van Engeland die kanten af. Want hier vinden we ook blokken waar deze speerpunten of stenen messen van gemaakt zijn. Die vind je ook in het veld. Dan krijg je de steenafslag. Ja. Dus waar afslag ligt, kun je zien dat er moet ergens iets in de buurt liggen. En dat vinden we met de aardappelen. Dus mijn beroep is ook gelijk de hobby. Kijk, dat is toch mooi als je van je werk je hobby kunt maken. Ja. Toch? Ja. Zeker. Tony, mag ik jou bedanken voor de tijd die je ons hebt gegeven om te laten zien wat jij hier in Groningen allemaal hebt gevonden over de oudheid. En ik wens je nog heel veel plezier met je hobby. Ja, dat zal zeker goed komen. Geen enkel probleem. Oké. Okay. Jan, we hebben het al verschillende keren gehad over de gilden van Groningen. En we staan nu ook bij de poort van het gildenterrein. Achter ons het Gildenhuis, de hoe noem je die precies? Schutsbomen. De schutsbomen. En Groningen en het Gilde hebben iets met elkaar. Ja, al heel lang. Groningen en het Gilde is een twee-eenheid, zou je bijna kunnen zeggen. Heel veel mensen in Groningen zijn ook lid van het Gilde. Een heel groot Gilde met een hele grote jeugdgroep. Een drumband, prachtige organisatie, prachtig Gilde. Het is ook heel oud. Formeel is het opgericht in 1494, maar het bestond al toen al als een broederschap. En is eigenlijk ook wel logisch dat er toen al een broederschap stond. Het gilde is een schuttersgilde. Het beheerde de kapel. Daar heeft het heel nauwe banden mee. Het heeft ook dezelfde patroonheilige, Sint-Antonius en het Sint-Nicolaas-gilde. Ja. En de kapel is ook zo genoemd. Het is dus een hele rijke vereniging, heel cultureel. Heel belangrijk voor Groningen. Heel belangrijk voor Groningen, ja. In het verleden en nog steeds. Ja, dat blijft. Zoals de organisatie er nu uitziet, blijft dat zo, ja. 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 Mooi dat zo'n dingen in stand blijven. Ja, heel mooi. Ik denk dat we hiermee aan het einde zijn gekomen van deze aflevering van 11.000 Bunder vanuit Groningen. Ja. Weer een heleboel verteld, we hebben weer een heleboel gezien.
En ik wil jou heel hartelijk bedanken voor de goede en duidelijke uitleg die je mij en de kijker ook weer hebt gegeven. Hopelijk mag ik nog vaker gebruik van jouw deskundigheid en van jouw kennis mag ik gebruik maken. Want ja, ik vind het een genot om te horen wat je allemaal te vertellen hebt. Dus dankjewel Jan. En ik wil de kijker bedanken voor weer deze aflevering 11.000 Bunder. En tot de volgende 11.000 Bunder.